bij de Action en we gaan wat lampjes halen. Want we hebben eindelijk een week van tevoren onze kerstboom staan. Dus we gaan even van die lampjes halen. Niet ledverlichting, maar van die een beetje een warme tintige lampjes. Ja. Dus die gaan we dan halen. En Tiago gaat gezellig mee, hè? Het is koud. En ik moet ook nog wat dingen voor school halen. Want ik ga namelijk een soort gerecht maken voor mijn Joost diner. Dus dan moet ik ook nog wat dingetjes halen. Dus, let's go. Nou, ik ging even kijken bij de Zeeman. Ze hebben hier dus ook lampjes. En de rij bij de Action is echt super lang. Dus we zijn even nu hier aan het kijken. En ze hebben lampjes. Ze hebben allemaal verschillende. Dus ze hebben zo heel veel kerstboom hier zo. En ik heb ook al een aantal lampjes. Kijk. Het is wel echt heel erg. Welke vind jij het leuk? Leuk. Ja, die zijn wel goed, denk ik, toch? Mag ik kijken? Deze zijn 10 meter, ja. Bij, nee, 11 meter. Het is wel heel erg lang. Ja, dat is wel goed, denk ik. We hebben onze lampjes, alleen moeten alleen de grote halen, want die andere waren net iets te kort. Dus we gaan even andere lampjes halen die zeg maar lang genoeg zijn bij de Action. En we hebben wel onze kleine lampjes. We hebben witte voor deze in de kamer en we hebben nog een paar doosjes die groen zijn. Die kunnen we in onze boompjes doen, die voor ons huis staan. Dus dat gaan we nu nog even grote kopen en dan gaan we weer lekker naar huis. En we gaan ook nog even boodschappen doen, want ik moet voor school een bepaalde opdracht doen zoals ik net al zei. Dus dan gaan we nog even naar de Aldi. Tiago die scant het wel even hoor. Moet ik ook al eerst dingen mee scannen? Ja. Nou, we hebben onze spullen gehaald, hè, Tim? Ja. Top. Ga ik dan die koekjes maken en dan gaan we ook even alle lichtjes ophangen en zo. En ik ben echt benieuwd hoe het gaat staan in onze kerstboom. Want we hebben een echte kerstboom. Die hebben Tiago en moeder en vader opgezet. Dus dan gaan we die lampjes erin doen en dan gaan we ze aanzetten. We gaan ook kerstballen halen. Welke kleur gaan we halen? I don't know. Ik denk goud of zwart. Ik denk dat donkerbrons goud wel mooi is. En dan een beetje glans en dan lichter mat. Moet wel iets bij onze woonkamer passen. Ja, want wij hebben zeg maar gouden gordijnen, soort van bronsachtig. En dan mooie zwarte, of nou niet zwarte kussentjes, een beetje grijs, brons, grijsachtige kussentjes. En dan hebben we ook gewoon een lichte bank en een licht kleed en alles. Dus we moeten even kijken wat er mooi bij staat. En ik denk persoonlijk dat we donkerbrons wel een beetje mooi is, want het staat mooi bij de kussens en de gordijnen, toch? Yes. Ja, we gaan even kijken bij de ingedaan. Wat zei je? Ze veranderen steeds op kleur. Ja, die lampjes, hè. Ziet er echt leuk uit. Ze hebben echt, de hele kerstafdeling is gewoon alweer klaar. Het is natuurlijk al bijna kerst, maar alsnog, het ziet er echt super leuk uit. Kijk. Leuk, hè? Weet je wat ik altijd leuk vond? Trein die rijden. Ja, dat vond hij echt super leuk. En dat was echt het geweldigste van mijn leven ooit. En ik vond die ijsberen ook altijd zo leuk, die hier altijd waren, zeg maar. Ja. Maar ze hebben hier dus echt super veel lampjes, kijk maar. We moeten even goed gaan kijken of we misschien ook andere lampjes kunnen vinden. Want bij de Action hadden ze het niet meer, want alles was uitverkocht. Dus we moeten nu even gaan kijken. Dus we hebben genoeg keuze hier in ieder geval. Want alleen van die lampjes hebben we niet LED-lampjes. Mijn moeder wil die zoals andere lampjes. Maar ik zie dat heel veel dingen ook uitverkocht zijn. Dus we moeten denk ik nu even meteen gaan halen, toch man? Ja, de lampjes. Ja. Ik dacht dat ze nog lampjes hebben. Leuk, Etty, al die lampjes en dingetjes. Het ziet er echt leuk uit. Oh. Kijk, hier hebben ze echt heel veel kleurtjes. Nou, die meneer is zeg maar nu de lampjes uit de boom voor ons aan te halen. Ja, het is omdat ze niet meer hebben, maar het is echt super aardig. Ja, echt heel lief. Nou, we zijn nu bij de kerstballen en we wilden eigenlijk meer naar dit soort tinten gaan. Alleen eigenlijk bijna alles is al uitverkocht. Dus we gaan toch nog eventjes wachten en dan gaan we het later gaan we het in de Intertuin in Almere halen. Want daar hebben ze echt heel veel keus. En zo ook een stuk groter. Nou, we hebben deze allemaal uit de knoop gehaald, want hij komt uit de verpakking en dan moet je even kijken hoe die hoort. Maar dit is we moeten alleen nog even zo'n extra snoer aansteken. Waar hebben we die? Met dit kwam. Oh, tof. Kijk, we mogen even een stekker in de grond. Doet dit wel niet, hè? Yay! Yay! Wow! Het ziet er echt super leuk uit. Let it snow.
Ik vind hem best wel goed gelukt eigenlijk. Of waarom doe ik iets van hoog hier? Precies zo goed, ja toch? Hij is wel goed. Ja, dat zie je wel. Ik moet alleen nog van die kerstballen halen. Nou, dit is hem geworden en het was een priegelwerk, maar het is gelukt. En ik vind het best wel mooi geworden. Alleen je moet er nog wat kerstballen in en er komen natuurlijk ook nog wat cadeautjes onder en zo. Dus het wordt echt hartstikke leuk. Gaan we er ook nog iets anders in doen? Strikjes of zo? Nee. Ja, rode strikjes lijkt me. Konijn zit echt schattig bij u. Met een baby. Ja, dat is wel hard, hè? Ja. Dus kijk dat staartje. Ik heb dus nu 4 bonken en ik moet ze nu gaan verdelen in... plakken en dan moet ik ze helemaal gaan uitrollen tot 25 centimeter en dan kan ik er koekjes van gaan maken. Het ziet er mooi uit, kijk dan. De eerste is klaar en nu de volgende. Dus je gaat van de dikke rand naar de dunne rand rollen. Zeg maar zo, en ik probeer het een beetje dun te doen zodat het er mooi uitziet. Zeg maar zo. En dan kan het jam vanaf komen, maar dat maakt op zich niet uit. Dan kan je het natuurlijk een beetje uit elkaar trekken, want het zijn zo wat langer. En de volgende. Het is wel een priegelwerkje en je handen worden er wel vies van. Maar uiteindelijk heb je wel een leuk eindresultaat. Nou, de koekjes komen net uit de koelkast, dus ze zijn helemaal lekker hard. Zo makkelijk om ze vast te pakken en erop te leggen. En dan ga ik er nu gewoon boter overheen doen. Ik heb de oven even voorverwarmd op 180 graden. En dan gaan ze nu in de oven. Deze ga ik gewoon even in het ei, want dit is geklopt ei. Heel goed doorgeroerd, gemengd. Het is een beetje veel. En dan ga ik gewoon wat overheen doen. Ik wil eigenlijk wel iets meer pakken. Gewoon zo. Allemaal niet zo heel netjes short gaat vanaf omdat ze goed ingesmeerd zijn. Nou, eventjes tussendoor. Ik heb laatst een pakketje binnen gehad van Stradivarius, als ik het goed uitspreek. En ik heb het hier zo. En dat ga ik gewoon lekker voor jullie openmaken. Ik ga het soort van unboxen. En ik heb laatst namelijk allemaal dingen besteld. En ik ga kijken of het allemaal wel leuk staat en zo. En hoe ik het ga combineren. En ik ga even kijken hoe het eruit ziet in het echt. Want je ziet het natuurlijk bij de modellen op de website zie je dan zo staan. En dan denk je, ja, echt heel erg leuk. Maar ja, als je het dan zelf bestelt, hoe staat het dan bij jezelf? Dus ik ga het openmaken en dan ga ik het allemaal aan jullie laten zien. Ik heb de camera even hier neergezet, want dan kunnen jullie net even iets beter zien hoe ik het uit ga pakken. En ik ga even kijken waar het plakband zit, want dan kan ik het daar open snijden. Want stel je voor, het is niet goed, dan kan ik het altijd nog terugsturen. Dat belt zo namelijk met het pakketje. Je moet het wel voorzichtig openmaken, want als je dat niet doet, kan je hem niet meer terugsturen. Dus ik ga even kijken waar ik het het beste open kan maken. Kijk hier. Dan kan ik aan trekken. Ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Ik weet wel wat erin zit, maar ik ben eigenlijk meer benieuwd hoe het gaat staan. Oh, kijk hier. Oké. Okay. 3, 2, 1. Ik heb dus 2 truien besteld. En ik heb 2 paar schoenen besteld. En als het goed is nog een trui. Maar dan moet ik even kijken welke dat ook weer was. Want ik ben het vergeten. Dus ik heb hier als eerste deze trui. Maar ik ga eerst even alles eruit halen. Want dat vind ik net even iets makkelijker om te laten zien. Ik ga alles even hier neerleggen. En als het goed is zijn dit de 2 paar schoenen. Ja, volgens mij wel. Ik ga het ook even hier naast me neerleggen. Zo. Deze gaat van kant. En ik had dus laatst, ik zit de laatste tijd heel erg veel te kijken op een bepaalde site. Het heet Zara Outfits. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon wat dingen bestellen die daar ook op lijken. Want daar, via die site hadden ze echt, op die site hadden ze echt hele leuke kledingcombinaties. Dus ik heb hier dus die kleding. En die ga ik gewoon eventjes allemaal aan jullie laten zien. En hoe ik het zelf ga combineren. Oké, ik ga beginnen met de truien. En om te beginnen heb ik deze zwarte. En deze heeft zo'n V-hals. En even kijken. Oh, hier kan ik hem openmaken. En deze is zo leuk. Ik zag hem en ik dacht, ja, die moet ik echt hebben. Dus dit is hem. En hij is echt zo leuk. Ik denk wel eerlijk gezegd dat hij iets te groot is. Want ze hadden mijn maat niet meer. Volgens mij is het namelijk een S. En ik heb XS. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Het is natuurlijk wel leuk als hij een beetje oversized is. Dus op zich vind ik dit niet heel erg of zo.
Dus ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik ben er wel echt heel erg blij mee, want dat zie je eigenlijk overal. En ik kon het nergens vinden. Dus eindelijk had ik zoiets gevonden op Stradivarius. Ik weet nog steeds of ik het goed uitspreek. Ja, Stradivarius, dat is het. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb hem ook in het crème besteld. En die heb ik hier liggen. En die hals is heel mooi afgewerkt, want het zijn twee tinten. Dan heb je zeg maar een soort roze crème-achtig met wit. En ze hebben hem ook in het grijs. En die was niet meer in mijn maat. Die was echt gewoon, die had ze alleen nog maar een M en L. Dat is wel echt te groot. En ik dacht, misschien past S net. Dus ik heb hem gewoon ook deze in maat S besteld. En deze vind ik ook echt zo leuk. Ik kan echt niet wachten om ze te gaan combineren. Want ik vind het altijd leuk als ik dan op school kom en heb ik een hele nieuwe outfit aan en zo. En dat vind ik dan echt heel erg leuk. Ik heb tot nu toe deze twee truien en deze zijn echt heel erg leuk. Ik zal ze zo meteen ook nog even aantrekken met een bepaalde outfit, hoe ik ze ga combineren. En dan met deze twee paar schoenen. Maar die twee paar schoenen ga ik dus ook even laten zien. Maar ik vind ze zo ontzettend leuk. Dit ziet er echt zo leuk uit. Je ziet ze overal, nu heb ik ze eindelijk, want ik kon ze echt nergens vinden. Of ze waren te groot, of de print was niet leuk. En dit is een keer wat anders en ik vind ze echt zo leuk. Ik hou echt van dit soort kleding. Dus ik ga gewoon nu even de schoenen erbij pakken, want ik ben echt heel benieuwd of die goed zijn. Want ik heb ze echt in maat 37 besteld, maar de laatste keer dat ik schoenen kocht, had ik 36 gekocht. Dus ik weet niet of maat 37 past, maar ja, ik dacht, ja, als ik nog groei, dan kan ik ze nog aan. Dus om te beginnen met deze laarzen. Ik heb twee paar laarzen besteld. Wow, dit ziet er wel heel groot uit, moet ik eerlijk zeggen hoor. Zo. Oké, nou ja, ik ga ze even voorzichtig openmaken, want ik denk niet dat ik deze pas. En dan heb ik deze. Dit zijn de schoenen. Aan de voorkant zit een rits en aan de zijkant zit een soort sokje. Maar ja, als jullie kunnen zien, deze zijn best wel heel erg groot. Het is inderdaad gewoon maat 37. Maar ja, ik denk op zich wel, misschien pas ik ze net. Het kan ook zijn dat mijn voeten in één keer heel gegroeid zijn. Want ik heb de laatste tijd helemaal geen boetsen meer gehad, omdat ik heb mijn boetsen weggegooid, omdat ze echt helemaal kapot waren. Dus ik had ze echt ook al 3 jaar of zo. Dus ik heb weer nieuwe boetsen. Alleen ik ben echt heel benieuwd hoe ze zitten. Hopelijk lopen ze ook goed als ze überhaupt passen. Dus dat. Ik heb hier de andere. En dit zijn ze dus samen. Ik vond ze heel erg leuk. Omdat het is een soort leerprintje is het. En daardoor vond ik ze heel erg leuk. En ook de sol vond ik echt heel erg gaaf. Met die rits ook in het midden. En die sok aan de zijkant vond ik het echt helemaal afmaken. Dus dit zijn ze met z'n tweeën. Ik ga ze zo meteen even gelijk aantrekken. En ga kijken of ik ze überhaupt wel pas. Maar ik heb als laatste nog 1 paar schoenen. En dat zijn echt hele grote, grote, maar super leuke laarzen. En ik ben echt verliefd op deze. Want deze zag ik namelijk op een bepaalde site. En ik dacht, ja, die zijn heel leuk. Alleen ja, jullie hebben ze niet in mijn maat. Want de laatste is 36 ook wel uitverkocht met kerst en zo. Maar kijk, dit zijn ze. Oh my god. Deze zijn echt heel gaaf. Ze lijken wel heel groot, moet ik eerlijk zeggen. Moet ik die allemaal nog eventjes aantrekken. Maar ik zal even zo meteen, zal ik ze samen aantrekken nog gelijk met die outfit. En dan misschien dat het er iets anders uitziet. Maar ik vind het wel echt super gaaf. Ik vind het wel echt heel leuk staan. Op zich zitten ze wel heel erg mooi. Maar ik zal even gelijk die andere schoenen ook aangetrekken. En hier zit opening in. En de rit kan je hier gewoon losmaken. Hoe handig is dit? Zo, dit gaat ook eventjes uit. En dan trek ik ze gewoon eventjes aan. Wow, ik ben gewoon echt gegroeid, jongens. Ik pas gewoon maat 37. Het is echt heel gek. Oké, deze doe ik ook dicht. Dit is gewoon letterlijk nu mijn maat. 37. Wat ik eigenlijk echt niet verwacht. Maar ik vind ze wel echt heel erg tof staan. Ik vind het wel echt heel gaaf. En je kan natuurlijk gewoon de vlaarbroek zo eroverheen doen. Maar ik denk dat ik het persoonlijk leuk vind met een strakke broek. Maar dat zie ik dus zo dan wel weer. Ik pak even een andere broek erbij. Of weet ik veel. Ik pak even de kleding waarmee ik het wil combineren. Maar ik ben echt heel erg blij met de kleding. Ik ben echt ook heel erg blij dat de schoenen passen. Want ik zat er echt heel erg over te twijfelen toen ik ze bestelde. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik ga nu ook even de trui passen, want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Want ik vind die op zich ook wel best groot eruit zien als ik het nu zo zie eigenlijk. En je kan ze natuurlijk ook nog een kooltrui of zo onder doen. Maar ja, ik weet niet of dat leuk gaat staan. Dus ik hoop dat ik ze pas en anders kan ik ze misschien terugsturen. Of ik kan ze ook in laten maken. Maar ja, dat is ook natuurlijk best wel zonde. Dus ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik ga in eerste instantie ga ik ze eerst even passen, want misschien zitten ze hartstikke goed en hartstikke mooi.
Maar ik pak even de kleding en ga ik het allemaal aan jullie laten zien. Dit is outfit 1 en het truitje zit op zich wel goed. Hij is wel ietsjes te groot hier zo. Maar ja, dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Ik vind het eigenlijk best wel leuk zo. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk wat kettingjes en zo omdoen. Maar de laarsjes staan zo gaaf. Ik zal het even laten zien. Maar dit zijn ze. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Ze zitten echt perfect. Had ik echt niet verwacht, zoals ik net al zei. Maar ik vind ze wel echt heel erg mooi. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel moeilijk om nieuwe boots te kopen. Want die van mij, die waren van Tango, van Pauline Tilstra. Die waren echt perfect. Die punt was heel mooi en zo van die schoen. De kwaliteit was ook echt heel erg goed. Ik had ze echt 3 jaar. Ze waren echt heel mooi. Maar ja, ze waren op een gegeven moment kapot gegaan. Je kon er eigenlijk in principe kon je er wel langer mee doen. Maar die van mij waren dus helemaal kapot gegaan. Omdat ik van shoot naar shoot. En als we een keer weggingen, had ik ze echt altijd aan. Dus ik heb ze eigenlijk alleen... Die schoenen heb ik echt alleen maar zitten dragen. Maar ik vond het dus heel moeilijk om nieuwe schoenen uit te kiezen. Maar ik heb uiteindelijk hele goede schoenen bij Stradivarius gevonden. En ze zitten echt top. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik moet wel zeggen, ik moet even wennen aan dit idee dat het zo groot is. Maar in principe geeft dat niet heel erg veel of zo. Ik moet denk ik gewoon even aan het idee wennen. Omdat ik altijd eigenlijk strakke kleding aan heb. Maar ik ga dus nu even naar outfit 2. En dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe die laarzen staan in combinatie. Dus laten we snel naar outfit 2 gaan. Dit is het outfit 2 en ik heb hier even een coltruitje onderaan getrokken. Want dit ziet er net even iets leuker uit. Je kan er natuurlijk ook gewoon een blouseje onder aantrekken. Alleen die heb ik nog niet, dus die moet ik even in mijn maat gaan bestellen. En de laarzen zitten heel erg lekker. Alleen ze zijn net even iets anders dan ik verwacht had. Want ik dacht ze zitten onder mijn knie, maar ze zitten erboven. Dus mijn moeder en ik willen ze even in laten maken. Want we vinden dit niet echt... We vinden ze wel mooi, maar niet echt voor mijn leeftijd. Dus we gaan ze even in laten maken. Totdat ze zeg maar onder mijn knie zitten. En dan ziet het er net even iets leuker. Dus dit is outfit 2. Die andere vond ik echt heel erg leuk, ook die outfit. En bij die andere zwarte van deze kan je natuurlijk ook gewoon een coltruitje onder doen. En het is ook wel heel erg leuk, zwart op zwart. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze laarzen, die vind ik toch wel echt... Deze vind ik echt heel erg leuk. Ik heb eigenlijk... super lang zitten zoeken naar laarzen. En ik heb ze in één keer gevonden. En ze zijn echt helemaal top. En ze zitten ook heel erg lekker. Ze lopen heel erg lekker. En ze zijn ook niet te klein of te groot. Ze zitten eigenlijk perfect. Mijn moeder heeft ze nog niet gezien. Dus ik moet het even zo meteen nog even aantrekken en aan haar laten zien. Maar dit waren dus de 2 outfits. Ik vond ze heel erg leuk. En dit was weer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe alvast een dikke duim omhoog. Abonneer zeker hieronder ook even op mijn kanaal. Laat ook even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende vlog. Doei, girls!